Zo zwemt de eend op dit moment rond in Sliedrecht. Pogingen om het beest te vangen liepen tot nu toe op niets uit. Maar hoe lang gaat dat goed zonder hulp van een dierenarts? Een wonder dat het dier nog leeft en zelfs vliegt. Conservator van het Natuurhistorisch Museum, Kees Moeliker, is onder de indruk van de foto die we hem laten zien. Misselijk makende dierenbeulerij. Meer wil ik er eigenlijk niet over zeggen ook. Twee pijlen door de hals van dat beest heen. Ja. En het leeft gewoon door. Ja, ik weet niet hoe het met eten gaat, of dat gaat lukken. Het kan natuurlijk zijn dat de slokdarm beschadigd is en dan is het een langzame dood. Hoe vervelend ook, toch maar even vooruitlopen om een eventueel overlijden van een beest. En de vraag of het museum belangstelling heeft voor het stoffelijk overschot. Mocht deze komen te overlijden en gevonden worden, dan zijn we wel geïnteresseerd in het kadaver. Om te prepareren, om te laten zien hoe mensen met dieren kunnen omgaan. De eend zwemt voorlopig nog rond met pijlen en al. En wat er verder met de 18-jarige boogschutter gaat gebeuren is onduidelijk. Zijn kruisboog is in ieder geval in beslag genomen.